Het outdoorseizoen is weer van volle start gegaan. Het is belangrijk om eerst met je groom te oefenen en duidelijke afspraken te maken wat te doen in een hindernis. We hebben vandaag een nieuwe groom die het nog nooit heeft gegroomd en nog nooit heeft gehangen op de kar. We hebben er een rugprotector gegeven, zorg dat die goed passend is. Deze is aangemeten, dus hij zit juist. Een cap en handschoenen. Nou heb je verschillende soorten wagentjes. Wij hebben hier een recreatiewagentje. Daarbij moet je weer anders hangen dan met een marathonwagen. Het is altijd belangrijk in een bocht, als je naar links gaat, dat je groom ook aan de linkerkant gaat. Dit kan op verschillende manieren. Laat het hier zien. Dan gaat ze met haar knie op mijn linkerbankje. Het is daarbij heel belangrijk dat ze de rechtervoet los van de grond doet, niet neerzet. Ze zou hem nu even neerzetten om te laten zien. Je blijft dan toch druk houden in het midden van de wagen. En sommige grooms zetten hem zelfs nog verder naar rechts. Laat ze ook even zien. Dan hangt ze wel op het linkerbankje, maar de gewicht zit nog steeds aan de rechterkant. Dus het is heel belangrijk dat het gewicht echt naar de linkerkant van de wagen gaat. Laat ze nog even zien. Op deze manier, als je met haar knie op dit bankje gaat, komt de druk op mijn linkerwiel. En omdat ze hoog zit, kan ze toch nog overzicht houden in de hindernis en zien naar welke kant ze gaat. Een andere manier is dat de groom gaat zitten op mijn linkerbankje. Laat ze nu zien. Bij deze kar, omdat mijn bankje eigenlijk nog binnen de wielen zit, kan je zien dat ze eigenlijk haar overzicht een beetje verliest als de menger dadelijk zit. Hier ook weer belangrijk dat haar voet niet op de grond komt, maar echt een beetje loskomt of dat haar voet aan de linkerkant van de wagen zit. Anders hou je weer je druk rechts en dan gaat het nog niet goed. Nu hebben we even een menger op de wagen gezet, zodat we kunnen demonstreren dat ze dus met haar knie op het bankje meer overzicht heeft als dat ze gaat zitten. Nu kijkt ze als het ware langs de menger heen. Heeft ze wat meer, kijkt ze naar boven, kan ze meer de hindernis overzien en kijken welke kant we op gaan. Nu gaat ze het een keer even zittend laten zien. Ze zit lager. En als de menger nu een beetje naar links zou hangen, verliest ze heel haar overzicht in de hindernis. Kijkt ze dus tegen de menger aan. Nou, dat kunnen we dus ook aan de rechterkant doen. En ze houdt haar overzicht. Hier zittend ook weer heel belangrijk dat je met je voet niet te veel druk hebt aan de rechterkant van de wagen. Je kan dus je voeten aan de linkerkant van de wagen steunend neerzetten. Als je nu ziet, ze hangt nu als het ware tegen de linkerkant van de wielen aan, terwijl we nu naar rechts gaan. Als het ware komt er dan heel veel druk aan de linkerkant van de wagen en kan die omgaan. Dus houdt hier de voeten mooi rechts. Sommige grooms vinden het fijn om staand te hangen. Dan gaan we even een veelgemaakte fout laten zien. We gaan nu met het paard links af. Zoals je kan zien, houdt ze de voet rechts. En daar heeft ze druk op het rechterwiel. Dit is dus niet juist. Dan laat ze het even zien naar de rechterkant. Ook fout. Hier houdt ze dus weer links heel veel druk met haar linkerbeen. Dan gaat ze even demonstreren hoe het wel goed is als je wil hangen staand. Dan gaan we even links af. Zorg dus echt dat het gewicht links komt. Dan gaan we nog een keertje rechts af. En zorg er weer voor dat het gewicht rechts komt. Ik zelf vind dit geen fijne manier van hangen. Je staat best wel wankel. Sommige hindernissen zijn hobbelig. Zodra de hindernis dus heel erg hobbelig is, heb je veel meer kans dat je van de wagen afhobbelt dan dat je met je knie bijvoorbeeld op het bankje gaat staan. Als je als groom even niet weet welke kant de menger op gaat, doe je er het beste aan om gewoon recht op de wagen in het midden te gaan staan. Zodat je gewicht in het midden van de wagen is, recht achter de menger. Gaan we nog een keer de veelgemaakte fout filmen. We gaan nu links af, op een verkeerde manier. Zoals je kan zien, hangt ze dus nu naar links. Maar ze doet haar linkerbeen omhoog, waardoor de druk toch op het rechterwiel komt. Omdat haar rechterbeen aan de rechterkant van de wagen staat. Doen we het een keertje rechts af, veelgemaakte fout. Ze hangt dus als het ware met haar lijf een beetje tegen het rechterwiel, tegen het rechterbankje aan. Maar ze houdt dus druk en al haar gewicht op haar linkerbeen. Dus dit is niet correct. We hebben even van een stalgenoot een echte marathonwagen geleend. Zodat we ook kunnen demonstreren hoe het met deze wagen moet. Nou, we gaan hier nu rechtdoor. Nu gaan we de bocht naar links. Zorg ervoor dat je groom ook zijn voeten bij zich houdt. En dat ze meekijkt in de richting waar je naartoe gaat. Nu wordt het een hele scherpe bocht naar links. Kan ze iets meer overhellen.
Maar probeer altijd te zorgen dat ze niet te ver hangt. Dat als er een hindernispaal staat of een ton, dat ze er niet tegenaan klapt met haar rug of haar hoofd. Dus zorg ervoor dat je groom zijn hoofd binnenboord houdt. Gaan we weer even rechtdoor. Gaat ze mooi in het midden staan. Gaan we naar rechts. Gaat netjes zitten, doet het gewicht op het rechterwiel. En klapt haar voeten in, zodat die niet uitsteken naar het linkerwiel. Ze kijkt weer netjes mee. Gaat de bocht weer iets scherper. Gaat ze wat meer buiten de kar hangen. Nou wordt het een hele scherpe bocht. En ze let hierbij ook goed op. Ze kijkt in de richting waar ze heen gaat. Dus als er nou opeens een paal aankomt, dat ze gauw toch weer even wat meer rechtop kan gaan zitten. Zodat ze hem niet raakt met haar hoofd of met haar rug. En we gaan weer rechtuit. Gaan we nu de veelgemaakte fouten laten zien. We gaan nu de bocht naar links. Waarbij de groom veel te ver buitenboord hangt. Als er nu een paal komt, of een ton, of een ander soort hindering is, kan ze met een klap met haar hoofd er tegenaan komen. Nou, gaat ze nu een andere veelgemaakte fout laten zien. Ze gaat zitten op het linkerwiel. Maar ze doet haar voeten helemaal naar buiten tegen het rechterwiel aan. Want ze wil druk zetten met haar gewicht op het linkerwiel. Maar wat je nou krijgt is dat de druk op het rechterwiel komt. Gaat ze nu ook nog even naar achteren hangen extreem terwijl ze dit doet. En ze kijkt ook niet naar welke kant ze gaat. Dus ze kan zo bam weer tegen een paal aankomen. Gaan we nog een veelgemaakte fout. We gaan nu de wending naar links in een bocht. En mijn groom gaat helemaal rechts zitten. Dit is dus ook niet juist. Gaan we nu weer een veelgemaakte fout laten zien. Ze gaat nu staand hangen naar links. Zoals je kan zien hangt haar bovenlichaam wel naar links. Maar op de rechterbeen houdt ze het meeste druk. De linkerbeen, ik zou ook een beetje even naar haar toe lopen. Dus je kan zien, heeft ze niet eens de hiel meer gezet. Ze staat een beetje op de teen. Maar je kan hem ook zo omhoog tillen. Omdat al de druk op de rechterbeen komt. Gaan we nog een keer staand hangen laten zien. Wat niet correct is. Ga nu weer naar links. Zoals je kan zien gaat ze helemaal naar links hangen. Ze heeft nu al druk op de linkerbeen. Maar ze komt helemaal niet in de buurt van het wiel. Ze staat in het midden van de wagen. De druk zit dus nu in het midden van de wagen en niet aan de linkerkant. Dus dit is ook niet juist. Als het nu een scherpe bocht naar links zou zijn, hebben we nog niks aan de groom die aan het hangen is. De druk zit in het midden in plaats van aan de linkerkant. Ik ga nu nog een keer de veelgemaakte fout laten zien. De groom die de kar omhupst langs de pion. Zoals je kon zien, kwam dus het binnenwiel van de grond af. Dit is dus niet juist. Gaan we het nog een keer laten zien dat heel de kar en eventueel dus de pony uit balans komt als de groom hem de bocht omhupst. Zoals je kon zien gaat heel de kar uit balans. Het is altijd belangrijk om samen met je groom het parcours te verkennen, zodat jullie beiden de route weten en welke kant je opgaat. Bij een beginnende groom kan het verstandig zijn om de eerste paar keer als menger even aan te geven welke kant we opgaan. Gaan we het nu even demonstreren. Laten we gelijk zien hoe snel het reactievermogen van de groom moet zijn. Links. Midden. Rechts. Midden. Rechts. Links.